Hoe zorg je dat Vaderdag onvergetelijk wordt? Door je vader mee te nemen op avontuur natuurlijk. Daarom hebben we samen met Volkswagen een verrassing georganiseerd voor 3 autoweekvolgers. Sam, Freddy en Robin gaan samen met hun papa's een weekend lang op stedentrip naar Autostad in Wolfsburg. En jij hebt je hiervoor dus opgegeven voor je vader. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Omdat mijn vader me toch wel vanaf dat ik klein was altijd heb opgevoed met dingen waar motors in zitten en die geluid maken. En het leek me wel leuk om samen met mijn vader dit te gaan ondernemen. Ja, we zijn allebei behoorlijk autogek en mijn vader reed eigenlijk zijn hele leven alleen maar Volkswagen of Audi. Dus dit was een mooie gelegenheid om eens met toch iets leuks te doen samen. Ja. Ja. Nou, het leek me superleuk. Het is hier ook allemaal ook heel groot en zo, dus ik hoop wel dat het heel leuk wordt. En je hebt een Tiguan automaat, is het een diesel of benzine? Dit is een diesel, 150 pk diesel. Oké, en bevalt het een beetje? Ja, prima, rijdt heerlijk. Ja, ja hoor, relaxed, powerful, dus prima. Met de lift zijn jullie naar boven gaan in deze toren. Wat vind je van het uitzicht? Ja, super. Heel mooi. Ja? Ja. Ja, het is fantastisch, ongelooflijk. Dat zoiets zo geautomatiseerd werken kan, dat is geweldig. Ja, heel cool. Indrukwekkend, hè? Ja. Gaaf om een keer te zien zo van dichtbij. Ja, was super leuk. Ik ben wel benieuwd of jullie weten welke auto waar staat. Dat zijn allemaal maar delen van auto's. Dus laten we er gewoon met z'n allen even langs lopen. En dan wil ik van jullie de goede antwoorden. Deze rode neus hier, wie weet hem? Freddy? Een Golf. Een Golf. Oké. Okay. Dan hebben we hier deze doorgezaagde e-hybrid. Ja, je kan het aan het logo wel zien. Een Panamera. Een Porsche. Porsche Panamera, oké. Okay. Ja, volgens mij ook, dat klopt. Gaan we naar de volgende. Ook weer een klein beetje een inkopper. Robin, weet jij wat dit is? Bentley Flying Spur. Een Bentley Flying Spur. Nou, daar versla je zelfs mij mee, want ik wist het niet. Je zou bijna denken aan Opel Astra, maar dat kan natuurlijk niet. Maar wie weet het wel? Seat Leon, denk ik. Seat Leon, gok ik zo. Een Seat Leon, dat zou best eens kunnen kloppen, ja. Helemaal hier zo aan deze beleiding. Nou, dit is zeker geen Volkswagen Polo, maar wat is het wel? Wie kan vertellen wat hier staat? Door LP700 Dashboard. Kijk, hup, dat is een hele mond vol. Een Aventador. En dan hebben we hier nog één achterkant. Daar had ik net met Arno al een oneenigheidje over wat dit is. Ja, ik weet wel welk merk, maar het type nog niet. Dus het is weer Sam, de jongste van ons allemaal, die het weet. Audi A6. Sam zegt een Audi A6. Ja, ik dacht zelf een A8, maar het is echt de nieuwe A6, zo te zien. Ja, ja. Hoofdprijs voor Sam deze keer. Benny, dit is wel een stukje jeugdsentiment voor jou, want jouw eerste auto was een Kever. Ja, enorm zwaar. En daarna werd het weer een Kever? Toen werd het weer een Kever. Ja, en daarna weer een Kever. En door, okay. En door nog weer een Kever. Ja.
Zo Dennis, is dit je eerste ervaring in een elektrische auto? Ja, ja, het is echt fantastisch. Ik had eigenlijk wat anders verwacht, maar ja, het is echt leuk. Ja, wat had je ervan verwacht? Ja, ik ben normaal ook van, er moet benzine in en er moet rook uit en alles. Maar het is echt geweldig. Hoogkoppel, stuurt goed, heel stil in de auto. Ja, echt alleen maar positief. Ja. Dus mochten er elektrische auto's komen met een bereik van 600 kilometer, dan zou je het best wel willen. Ja, dan doen we er eentje, dat is goed. Ja, Sam en André, jullie hebben ook je rondje gemaakt in die elektrische auto. Hij is zelfs bijna leeg, hij moet weer aan de stekker. Sam, jij vond er niks aan zeker? Jij houdt meer van Lamborghinis die veel herrie maken. Ja, ik wel. Ja? Ja. Vond je het niet zo... Nou, de muziek was uit en ze praten alleen maar Duits, dus okay. Ik verstond er ook niks van. André, jij hebt wel eens in een Golf GTE gereden. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van deze E-Golf? Ja, het zijn leuke auto's. Het is heel stil, hè. Het gaat heel, de trekkracht onderin is helemaal top. Ja. Dus dat draait heel soepel. Maar hoe is de acceleratie in verhouding tot die Golf GTE? Kun je dat een beetje plaatsen? Ja, die Golf GTE heeft natuurlijk zijn beroemde GTE-knop. Ja. En als je die erbij aanzet, dan is zo'n E-Golf is niks. Nee. Maar als je de E-variant van de GTE samen met de E-Golf is bijna hetzelfde. Ja. Ik zag geen verschil. Bijzonder. En het meest bijzondere vind ik eigenlijk dat de auto heel is gebleven, want het was echt, we gingen heel erg schuin. Ik geloof 42 graden dat die man zei, ja, je denkt dat je omvalt, maar dat gebeurt gewoon niet. Hij blijft heel. Ja. Ja, bijzonder. Achterin gingen ze wel glijden trouwens. Hè. Maar je hebt geen moment gedacht, die auto kan dit niet aan? Ja, eigenlijk elke object dacht ik dat wel, ja, maar hij blijft het doen. Ja. Ja, je bent eigenlijk bang dat je hem stuk maakt, want het is zo groot, hij gaat zo schuin, maar het blijft heel. Mooi wagen. Wil jij ook samen met de redactie van Autoweek producten uitproberen, auto's testen en kans maken op dit soort gave reizen? Meld je dan nu aan voor ons testpanel Autoweek Lab via autoweek.nl/lab.